Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer. We gaan weer verder met Feyenoord in de Eredivisie. We spelen tegen NEC, NEC, whatever. En we spelen met een tweede helft al. Over drie dagen staat er een Champions League wedstrijd tegen Atletico Madrid op het programma. En dan wil ik toch wel fris voor de dag komen. Aangezien we nog steeds door kunnen gaan. We staan er redelijk voor. Dus daar wil ik ook gewoon voor gaan. En tweede helft al krijg ook weer eens de kans. Toornstra staat daar niet in, want die hoort tegenwoordig bij de basis. Aangezien, je weet het waarschijnlijk al, Ziyech 7 maanden geblesseerd geraakt op de vorige wedstrijd. Dus Toornstra die wordt basisspeler aankomende paar maanden. We spelen met Amin achter de spitsen op 10 en Gustafsson die speelt centraal op het middenveld naast Ayoub. Echt serieus. Evangelio op rechts. Bakker Sissoglu in de spits samen met Iai Nacho die tevens een nieuw contract wilde. Ze hebben ook een aanbieding gedaan. Hopen dat hij bijtekent. Hé joh. Serieus. Gewoon vol van achter. Nou. Op naar de volgende kans. Jammer. Kom op, Joep. Neem jij eens een goede corner. Net niet tussendoor kunnen combineren. Trouwens nog een aanbieding gekregen om bondscoach te worden van Finland. Nou, dat was er niet echt een land waar ik op zat te wachten, dus dat hebben we maar niet gedaan. Oeh, netjes. Ah, kut. Net niet te langs. Jammer dat mensen niet echt vrij lopen voor het doel op zo'n moment. Goeie bal. Yes! Oh. Lekker hoor. Lekker ingeschoten. Met zijn verkeerde been. Goed, maakt niet uit. Scoren is scoren. Zo pikt die gozer ook wel aardig zijn doelpuntjes mee als hij speelt, moet ik zeggen. Gaat toch beter dan het eerste seizoen. Het had ik hem in de winterstop gehaald, maar ja. De poging een paar keer laten spelen. Kon hem niet heel goed overtuigd van hem raken. Oeh, jammer. Dat was niet zo'n hele lekkere aanname, Ayoub. Jezus. Echt cadeautje. Kerst is al voorbij hoor, jongens. Maar kijk joh. Ayoub, wat doe je nou dan? Ja, ik kan je verdedigen wat je wil. Mooi. We kunnen weer opnieuw beginnen. Jongen, neem die bal dan aan, man. Wat dan, joh? Er gebeurt toch helemaal niks? Als ik in het strafschopgebied vol van achteren word neergehaald, dan is er niks in de hand. Dan hoef ik maar te gaan leggen en dan wordt er weer een vrije bal gegeven.
Nou, Bilal. Jeetje. Ah, serieus. Kom op, Bilal. Ah, jongens, jongens, jongens. Ja, buitenspel, plutrommetje of buitenspel, man. Hier voor je. Run zeker. Nee, valt mee. Kom op, hij zit helemaal vrij daar. Ah, net niet. Op jongens, jagen. Zet ze vast. Kutnek. Zo, hap jij even mis. Pas hem dan. Shit. Nou, 1-1. Moet beter, jongens. Moet veel en veel beter. Qua scoren in ieder geval. Op zich loopt het wel lekker, maar... Pech in de afronding. Vooral aan het einde net. Kom op, baby Cilio. Ah! Kutpaas, jongen. Goed, Kastorp. Oh, dat ging ook niet zo lekker. Nee, niet geblesseerd. Pleur op. Wie dan, jongens? Ja, dan best in je eigen doel mag schieten. Kut! Weer een goede pas. Eens even kijken hoor. Jij bent moe. Ga jij er maar uit. Die zullen we er eens inzetten. Verdonk er maar in. Nou, voorlopig nog maar even de enige wissel. We gaan iets aanvallender spelen. Wie dan? Jezus, ik wou net zeggen. Nou, Bilal. Oh, hij schiet hem er gewoon in. Oh, dat verwacht je toch ook niet van hem? Hey, twee. Hoppatee. Niks mis mee. Nou, gelukkig toch voor. En hoe langer het 1-1 blijft, hoe lastiger zulke wedstrijden altijd worden. En een... Jezus Christus, dit verzeer toch niet? Maar de keeper is
beaten by sheer power from outside the box there. Bottom right. Nou, daar gaan we weer. Nu dan. Shit. Oh nee joh. Good ball. Nu dan. Nee joh. Echt die keepers jongen. Kut. Ja, gaat kopduel nou gewoon aan joh. Jezus. Kut. Eens kijken, wat kunnen we nog doen? Gaan twee spitsen erin. Fuck it. Een paar minuutjes, dat maakt er ook niet zoveel uit. Kom dan naar die bal toe, man. Serieus. Lekker er voorbij. Nou, Kramer. Wat een kut voorzet, man. Jezus. Ah. 2-2. Het niet te geloven, echt. Ah. Nou, snel vergeten. Door naar de volgende wedstrijd. Ik zeg bedankt voor het kijken. En zie jullie de volgende keer. Later.